Superleuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de boeken die ik heb gelezen van november met jullie bespreken. Best wel gek eigenlijk, want het is alweer de laatste boekreview van dit jaar. In januari kom ik natuurlijk gewoon terug met deze video's, maar dan begin ik met de boeken van december. Maar goed, nu zijn de boeken van november aan de beurt. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is Gek van Clementine. Dit boek is geschreven door Lex Martin. Dit is eigenlijk het eerste boek uit deze reeks. Alleen ik ben de reeks verkeerd begonnen. Want ik ben begonnen met boek deel 2. Maar goed, daar heb ik dus boek 1 gelezen. Dit boek gaat over Clementine Avery. En ze is een student en heeft een best wel druk leven. En ze studeert, ze werkt, ze geeft bijles. En ze wil een writersblok overwinnen, want zij schrijft boeken. Alleen ze zit op dit moment in een writersblok, waardoor ze eigenlijk niet echt verder komt met het lezen van, schrijven van haar boeken. Eigenlijk heeft ze daten afgezworen, want ze vindt jongens niet te vertrouwen. Ze heeft een traumatische ervaring gehad met haar ex. Dus ze heeft zoiets van, jongens, dat past gewoon even niet meer in mijn leven. Ze doet eigenlijk best wel bitchy, maar binnenin is het best wel een hele lieve meid, zeg maar. Dan komt ze een journalistiek student tegen. Dit is Gavin Murphy. En hij blijft toch een beetje bij haar rondhangen. En hij biedt haar op een gegeven moment zijn hulp aan om inspiratie te halen uit het vak voor romantische fictie schrijven. Zij houdt eigenlijk helemaal niet van dat genre om over te schrijven, omdat ze zelf niks heeft met de liefde. En hij zegt dan van, nou, ik kan je er wel bij helpen. Uiteindelijk accepteert ze wel zijn hulp en als doel om een goed cijfer te halen. Gavin die woont in een andere studentflat, maar hij is daar eigenlijk, ik weet niet precies hoe ik het goed moet uitleggen, maar hij heeft een beetje de leiding over de jongere studenten. Dus zij komt ook best wel vaak, zeg maar, bij dat studentenhuis van hem langs om samen te schrijven of samen huiswerk te maken. En ze geeft ook gewoon aan, ik wil gewoon vrienden zijn, niks meer. Nou, dat accepteert hij eigenlijk ook wel, maar je merkt wel dat ze het heel gezellig hebben met elkaar. Clementine vindt het ook gewoon heel erg moeilijk om gevoelens toe te laten. Dus ze heeft iets van, hier moet het echt bij blijven. Maar langzamerhand groeien ze toch meer naar elkaar toe. Gavin die heeft een ex en die is nog steeds gek op hem en die wil hem eigenlijk gewoon terug. En als ze dan eigenlijk een keer spontaan bij dat studentenhuis langsgaat, dan ziet ze die ex lopen in een shirt van hem en zij komt uit zijn kamer. Die ex ziet haar ook en die maakt eigenlijk een beetje zo'n bitchy opmerking van, wat kom je doen? En normaal zou Clementine zelf ook best wel bitchy reageren, maar ze besluit op dat moment om weg te lopen en eigenlijk ook gewoon het contact een beetje af te houden met Gavin. Zij heeft ook een broer en zij is eigenlijk op hele slechte voet met haar familie, want haar familie, vooral haar moeder, die had hele andere inzichten voor Clementine. Maar ja, zij zag dat gewoon niet zitten. Ze moest altijd maar in nette kleding verschijnen. En bij allerlei liefdadigheidsdingen aanwezig zijn. Maar zij had gewoon niks meer met haar ouders. En haar ouders hebben ook de geldkraan, zeg maar, stop of dichtgedraaid. Dus zij betaalt ook zelf haar hele studie. En haar broer weet dat niet. Die denkt dat hun ouders haar studie nog betalen. Maar dat is dus niet zo. Uiteindelijk komen Gavin en Clementine dan elkaar toch weer tegen. En komt er dan toch uit waarom zij eigenlijk afstand heeft gehouden. En dan blijkt dus dat die ex daar wel rondliep. Maar dat Gavin er zelf helemaal niet was.
Eigenlijk beginnen ze uiteindelijk toch wel een leuke relatie en komt het toch allemaal wel goed. En het boek is uitgebreider. Ik wil gewoon een klein stukje van dit boek vertellen, omdat ik denk als je dit soort boeken mooi vindt, denk ik dat je het hele verhaal gewoon zelf moet gaan lezen. Ik heb er heel erg van genoten. Er komt nog een deel 3 aan uit deze reeks. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ik vond deel 1 ook heel erg mooi. Of deel 2 bedoel ik. Maar deel 1 vond ik ook echt wel heel erg mooi. Vooral omdat ik bij deel 2 gewoon eigenlijk dacht van, oh, zij is echt een bitch. Maar dan leer je eigenlijk iemand in deel 1 veel beter kennen. En dan denk je van, nou, eigenlijk weet je ook gewoon gelijk waar het gedrag vandaan komt. Ik vond dit boek echt heel erg mooi. Ik kan het je zeker aanraden. Het volgende boek wat ik las komt uit de Again-serie. En dit deel heet Feel Again en is van Mona Kasten. Dit boek gaat over Sawyer Dixon. Sawyer, zeg ik het goed? En dat is best wel een stoere meid, zeg maar, met een hele harde buitenkant. En ja, ze heeft haar ouders verloren op vrij jonge leeftijd, dus ze is eigenlijk wees. En ze heeft nog wel een zus, maar ze wonen niet heel dicht bij elkaar. Ze heeft eigenlijk haar hart voor niemand meer opengesteld, want ze heeft zoiets van, nou, ook jongens zweer ik af. Maar dan komt ze eigenlijk Isaac Grant tegen, toevallig op een soort van feestje. En hij is best wel nerdy. Hij heeft ja, een beetje een nerdy uiterlijk. Zijn haar heeft een bril op. Vind ik dat niet per se bij nerdy horen, maar goed, zo wordt het omschreven. En zij doet zelf de opleiding tot fotografie en zij moet een project maken en zij heeft bedacht van, ik zou eigenlijk van Isaac gewoon eigenlijk een hele stoere jongen kunnen maken voor mijn project, om dat in fotografie dan uit te drukken. Maar Isaac is ook wel klaar, een beetje klaar met het single bestaan, dus dan slaan ze de handen ineen. Zo heeft zij een project voor haar fotografie en zo kan zij hem helpen, zeg maar, om een leuke vrouw aan de haar te slaan. En Sawyer die verandert Isaac dan een beetje in een bad boy. Het gaat wel heel lastig, want hij werkt bijvoorbeeld op een, ja, het is een soort computerwinkel, maar dan hij doet een beetje de rotklusjes. Zijn baas die loopt een beetje rond en die doet niks. Die hangt een beetje op de banken voor de televisie en hij doet eigenlijk alle klusjes. En dan wordt hij op een gegeven moment ontslagen. Sawyer zelf die werkt in een restaurant en hun hebben dan nog hulp nodig. En dan zegt zij tegen Isaac van, nou, misschien kun je wel bij ons komen werken. Nou, hij wordt ook eigenlijk direct aangenomen, want hij schijnt er ook heel goed in te zijn. Ja, eigenlijk krijgen ze tijdens dat ze deze projecten doen best wel intense gevoelens voor elkaar. Bij Sawyer begint het vooral. Zij is dan ook eigenlijk best wel jaloers als Isaac op een gegeven moment met wat meisjes staat te flirten. Ze kan dat eigenlijk niet handelen. Op een gegeven moment krijgen ze eigenlijk best wel ruzie en besluit Sawyer dan ook om te stoppen bij haar baan. Want ja, ze heeft gewoon geen zin meer om Isaac steeds onder ogen te komen. Intussen gaat haar zus, die heeft het plan voor een voorgenomen huwelijk. En nou ja, die gaat dus trouwen en dan gaat Sawyer op een gegeven moment, die gaat naar haar zus toe. Dan gaan ze uit eten in een restaurant en daar barst eigenlijk een beetje de bom. Want haar zus heeft niet gevraagd aan Sawyer of zij bruidsmeisje wil zijn. Omdat ze gewoon eigenlijk al merkte dat Sawyer helemaal niet echt blij was voor haar dat zij ging trouwen. En dat kwam vooral omdat Sawyer eigenlijk een beetje bang was dat ze haar zus zou verliezen, omdat ze eigenlijk dat de enige was die ze had. Maar ze hebben Isaac ook uitgenodigd voor die bruiloft. En die komt uiteindelijk ook. Dus uiteindelijk zijn ze wel samen op die bruiloft. En dan worden ook eigenlijk wel de ja, de opgekropte dingen die ze van elkaar hebben worden uitgesproken. En dan komen ze uiteindelijk toch wel bij elkaar. Maar het gaat wel met horten en stoten.
Dit deel vond ik ook super mooi. En ik vond Sari in het begin ook echt geen leuk personage in de andere boeken. Maar net wat ik eigenlijk bij het vorige boek al zei, je leert zo iemand dan ook in een hele andere context kennen. Want je hoort dus dan wat erachter zit, waarom zij zo is, wat zij is. En dat vind ik wel heel erg mooi. Ik weet niet of er nog een vierde deel komt eigenlijk in deze boekenreeks. Ik zou het heel tof vinden, maar ik vind dit boek echt... Ja, ook een aanrader. Maar zou je deze boekenreeks, zou je dit boek ook graag willen lezen? Zou ik je aanraden om wel bij deel 1 te beginnen? Want dan leer je de andere personen ook een beetje kennen, zeg maar, die terugkomen in het boek. Maar ook zeker een aanrader is dit. Het volgende boek wat ik las komt uit de Fusion reeks. Dit is boek deel 5. Dit is Blijf bij me, geschreven door Kristen Proby. Ik heb echt heel erg genoten van alle andere boeken van deze reeks. Dus ik was ook super blij dat boek 5 eruit kwam. Dit boek gaat over Mia. En Mia is de kokkin in hun eigen restaurant. En zij is gevraagd om mee te doen aan een kookwedstrijd. En ja, ze is eigenlijk in eerste instantie niet heel erg blij hiermee. Want ze heeft zoiets, ja... Ik vind koken leuk, maar niet voor tv. En ze is best wel streng ook in haar keuken. Maar uiteindelijk geeft ze dan toch toe om mee te doen. Alleen Camden Sawyer die loopt haar keuken binnen. En dat blijkt dus degene te zijn waarmee ze die kookwedstrijd moet aangaan. En het probleem is dat hun dus een verleden hebben, want ze hebben in de vroegere jaren een relatie gehad. Alleen zij is op een gegeven moment weggelopen om hem niet in de weg te staan. En hij heeft eigenlijk nooit meer contact met haar gekregen, omdat hij gewoon niet wist waar ze was. Dus eigenlijk is ze daar ook helemaal niet blij mee dat ze hem tegen het lijf loopt, want ja, nou moet ze tijd met hem gaan doorbrengen. Eigenlijk gaat het best wel van een leien dakje. Er zijn natuurlijk wel strubbelingen in het begin. Maar haar vriendinnen zeggen ook, je moet je daar overheen zetten. Het is gewoon een kookwedstrijd. En ja, eigenlijk komen ze toch al snel wel dat hij ook een keer bij haar thuis komt. En dat ze gewoon wat meer afspreken om elkaar ook weer wat beter te leren kennen. En Camden zou toch wel heel graag willen weten waarom het toen is misgegaan. Want als zij toen niet was weggelopen, hadden ze misschien wel gewoon een heel gelukkig gezin kunnen zijn. Het probleem was ook, zij was op dat moment zwanger en toen zij wegliep. En zij heeft toen een miskraam gehad en zij was heel erg bang dat hij dat haar kwalijk zou nemen en... Toen is zij weggegaan, terwijl hij er heel erg blij geweest mee zou zijn. Dus ja, ze brengen steeds wat meer tijd met elkaar door. En Camden is er eigenlijk in eerste instantie maar voor een tijdje, want hij woont in Los Angeles, geloof ik. En omdat ze het nu toch beter met elkaar kunnen vinden, brengen ze gewoon heel veel tijd samen door. En als de opnames er helemaal op zitten, komt natuurlijk de tijd weer dat hij weer terug moet naar waar hij vandaan kwam, naar Los Angeles. Zij vindt het ook best wel moeilijk, want zij gelooft zelfs niet in lange afstandsrelaties. En zodra hij terug is, krijgt hij te horen dat de show die hij deed, dat die niet verder wordt voortgezet, omdat ze een heel ander concept hebben bedacht. Hij laat een tijdje niks van zich horen en hij besluit eigenlijk om opeens te verhuizen naar de stad waar Mia woont. En ja, Mia is daar dolgelukkig mee. En ja, zo kunnen ze toch een leuke relatie opbouwen. Hij helpt haar inmiddels ook vaker in de keuken, want Mia is best wel streng en ze wil gewoon echt dat alles gaat zoals zij dat wil. Ze kan op Camden vertrouwen. Dus eigenlijk runnen ze ook een beetje samen de keuken, zodat ze het een beetje kunnen afwisselen. En uiteindelijk krijgen ze dan toch nog een kindje en dat vond ik wel super leuk. Ja, super mooie boekenreeks. Ik heb zelf het idee dat dit het laatste deel was. Dat vind ik heel erg jammer, want ik heb heel erg van deze reeks genoten.
Dus ja, ook deze reeks kan ik je zeker aanraden. Ik moet wel zeggen dat ik Mia ook weer het mindere personage vond van de hele reeks. Omdat ik die elke keer wel een beetje bozig vond. Maar uiteindelijk lijkt het dan toch best wel een hele lieve meid te zijn. Waar ook weer van alles achter zit. Dus zo zie je maar dat je niet gelijk op je eerste oordeel in een boek moet afgaan. Maar ik merk aan mezelf dat ik dat toch best wel doe. Dat ik denk van, hé, ik vind jou niet leuk. Maar goed, echt een aanrader ook deze. Het volgende boek wat ik las is het boek Passie van Audrey Carlan. En deze komt uit Mannen van de Wereld serie. En dit was ook zo'n geweldige reeks. In dit boek moet Parker een simpel klusje bij huis aannemen. En dat loopt heel anders. En hij heeft ineens een adviseur nodig. Want ze hebben een politieke klus en ze hebben daar iemand bij nodig die daar wel van af weet. En hij heeft wat sollicitaties liggen en zijn oog valt op Kendra. Probleem is alleen dat Royce die heeft een turbulent verleden met Kendra. Hun hebben ooit een relatie gehad en zij is eigenlijk opeens vertrokken zonder een woord te zeggen. En die relatie was verbroken en Royce heeft dat eigenlijk nooit kunnen verwerken. Ja, dat was gewoon eigenlijk heel erg moeilijk en uiteindelijk hebben ze daar ook best wel eventjes ruzie over gehad. Maar ja, zij wist toch wel van wanten en heeft ze toch wel door die klus heen geholpen. Het probleem was alleen dat in dit boek ging het eigenlijk over dierenleed en dat vond ik heel erg. De politiek die hun hulp inriep, die wilde eigenlijk iets legaal maken omtrent testen op dieren. En er waren een aantal politieke mensen op tegen. Dus Parker en Kendra moesten die mensen zien te overtuigen dat ze dus toch toestemming gaven om die testen door te kunnen laten gaan. Alleen, zowel Parker als Kendra hadden hier gewoon helemaal geen fijn gevoel bij. En die wilden hier gewoon, koste wat het kost, een stokje voor steken. Dus ze hebben op een gegeven moment hebben ze Bo ingeroepen. En die heeft gezegd, probeer undercover te gaan door wat foto's te nemen in het laboratorium. Hij is als schoonmaker aan de bak gegaan. En hij heeft daar foto's genomen en hij zei ook, het ziet er gewoon echt niet goed uit. Waardoor ze eigenlijk konden aantonen dat wat het bedrijf deed gewoon echt niet goed was. En ook de vriendin van Parker die kreeg daar lucht van en zij is een beroemde actrice. Dus zij heeft ook iedereen opgeroepen om een diertje te adopteren. Inmiddels hadden en zijn vriendin die heeft toen ook twee honden geadopteerd. En eigenlijk iedereen van het team heeft wel een beestje geadopteerd. En dat vond ik wel heel mooi, maar ik vond het wel een heel erg moeilijk deel, dit eerste gedeelte. Omdat ik dat gewoon echt vreselijk vond. Daarna gaan ze naar Madrid toe en daar helpt Parker een zangeres die, ondanks dat ze een gouden stem heeft, plankenkoorts heeft. Het is nog een vrij jong meisje. Ook de vriendin van Parker gaat weer mee en Bo is er ook bij. En de platenmaatschappij is ook echt niet mild. Ze zeggen dat het meisje moet afvallen en dat ze gewoon meer aan haar uiterlijk moet doen. Zij wordt daar heel onzeker van. Ze heeft een zus die is model. Ja, een heel ander type. Maar ja, dit meisje kan gewoon super goed zingen. Ze gaan oefenen met danspasjes en het zingen. Maar die danspasjes, het lukt haar gewoon niet. Ze hebben haar ook wel een beetje een make-over gegeven. Het is een meisje wat graag grote hoodies draagt. Zich heel erg verbergt. Dus ze hebben haar een kledingmake-over gegeven en ze voelt zich daar uiteindelijk ook wel heel goed bij. En uiteindelijk stomen ze haar gewoon helemaal klaar voor dat zij toch de bühne op kan zonder de danspasjes uiteindelijk. Want dat ging hem gewoon niet worden. Dus ze hebben een hele andere choreografie bedacht. Maar ja, uiteindelijk komt zij wel tot haar recht en lukt het toch dat zij het podium op kan en dat ze dan toch haar droom kan verwezenlijken. Dus dat is wel echt superleuk. Heel mooi boek, alleen het is fijn om gewaardeerd te worden. Siri bemoeit zich er ook mee. Het deeltje van het dierenleed heeft me wel heel erg aangegrepen, dat moet ik wel zeggen.
Het volgende boek is ook van Audrey Kalom, komt uit dezelfde reeks Mannen van de Wereld. En dit boek is het boek Vuur. Inmiddels hebben Parker en Sky, die hadden heel erg last van een stalker. En ze wisten eigenlijk maar niet wie het was. Ze dachten in eerste instantie dat het hun assistente was. Die is inkomen vallen voor hun vaste assistent, omdat die een tijdje uit de running is geweest. Maar dit bleek dus uiteindelijk niet zo te zijn. Zij was wel een grote fan. Maar zij had niet al deze dingen op hun geweten wat ze had gedaan. Er zijn huizen ontploft, dreigbrieven gestuurd. Het ging gewoon eigenlijk helemaal de verkeerde kant op. Op het moment dat Parker en Sky eigenlijk naar huis willen gaan, de bodyguard van Sky doet de deur open en er zit dus een booby trap achter, waardoor gewoon alles ontploft en hij zwaar gewond raakt. Ook Parker raakt hierbij gewond en die ligt een tijdje in het ziekenhuis. Het is echt allemaal heel erg afwachten wanneer hij wakker wordt en ja, of het allemaal gaat gebeuren. Maar omdat ze eigenlijk nog steeds niet weten wie het heeft gedaan, is het ook belangrijk dat ze eigenlijk een tijdje buiten beeld gaan blijven. De broer van Parker die heeft in het leger gezeten en die schiet hun ook te hulp. Omdat de bodyguard van Sky is uitgeschakeld, komt hij haar beschermen, of ze het nou wil of niet, want ze heeft gewoon bescherming nodig. Ineens duikt daar ook haar assistente op. Of eigenlijk haar manager. En die zegt steeds tegen Sky: je moet meegaan weer terug naar New York, want daar hoor je thuis. Terwijl Sky inmiddels eigenlijk verhuisd is naar de plek waar Parker woont. Hij heeft een heel mooi appartement. En ook dat appartement is al een keer in brand gestoken. Dus ze hebben eigenlijk helemaal niks meer. Het ziet er naar uit dat je geen home kit als is. Als Parker dan eigenlijk uit het ziekenhuis komt en hij een tijdje heeft gerevalideerd, merken ze gewoon echt dat het niet veilig is. Dus gaan ze een tijdje weg. En dit combineren ze gelijk met een klus. Ze gaan naar Rio de Janeiro om een zakenpartner van zijn broer uit de brand te helpen. Het klinkt eigenlijk als een vakantie, maar hij weet eigenlijk ook niet of hij Sky wel alleen kan laten. Dus hij neemt Sky dan ook gewoon mee. Zijn broer die valt op mannen en die heeft dus een vriend. En hij heeft een bedrijf daar in Rio met zijn familie. En er zijn dingen opgevallen dat het in de boekhouding niet klopt. Dus Royce gaat ook mee, zodat ze kunnen uitzoeken wat er dan misgaat in die boekhouding. Het is eigenlijk een hele lange zoektocht. Op een gegeven moment gaan ze zelfs mee naar de familie van die vriend van zijn broer. Maar het gaat heel gek, want die familie heeft niet geaccepteerd dat hun zoon op mannen valt. En negeren de broer van Parker ook eigenlijk compleet. Dat feestje loopt zo uit de hand dat ze eigenlijk ook met z'n allen besluiten om te vertrekken. Want ze hebben zoiets als iemand zo tegen dit soort dingen aankijkt, willen wij daar niet mee geassocieerd worden. Dus ze gaan dan ook weer weg van dat feestje. Uiteindelijk komen ze tot de ontdekking dat hoe leg ik dit uit? De vriend van Parkers broer die heeft ook een broer. En die heeft dus heel veel geld uit het familiebedrijf gehaald. Waardoor ze dus helemaal niet goed lopen in de cijfers. Omdat hij er dus twee gezinnen op nahoudt. Uiteindelijk besluit ook de vriend van zijn broer om mee te gaan. Of in ieder geval, hij wil ook gaan verhuizen naar de plek waar Parker en zo wonen. Alleen hij moet eerst nog wat dingen in Rio afronden. Dus ze gaan dan ook eigenlijk terug naar huis met een noodgang. Want inmiddels zijn de ouders van Parker, die zijn wat aangedaan, die zijn aangereden. En zijn vader is er nogal slecht aan toe. Hij heeft wat dingen gebroken waardoor hij ook moet revalideren. En nu zijn ze natuurlijk er nog zeker van dat ze diegene willen gaan pakken. Uiteindelijk komen ze erachter wie dus achter die aanslagen zit. En nemen ze diegene ook te grazen. Ik ga je niet vertellen wie dit is. Want ik denk dat je, als je dit boek zou willen lezen, daar zelf achter wil komen. Maar ze komen er eindelijk achter wie het is. En ik had op een gegeven moment al het gevoel, jij bent het en ik heb gelijk gekregen. Nou, dat is altijd leuk. Voor de volgende opdracht gaan ze naar Hollywood. Maar hij moet zich laten verleiden door een knappe deelnemster aan een tv-programma waarvoor hij is ingehuurd. Ze hebben een tv-programma opgezet waarin een soort blind dating plaatsvindt. En daar is een lookalike die heel erg op Sky lijkt.
Dit vindt Parker eigenlijk heel erg vreemd. En hij zit op een gegeven moment ook in die jury en heeft zoiets van dit voelt toch niet helemaal goed. Hun moeten die mannen ook helpen om zichzelf verzekerder te voelen, wat aanpassingen doen. Alleen dan zegt die man dat hij afhaakt. Dus Parker moet in de plaats komen van die man en die wordt dus gekoppeld aan de lookalike van Sky. Sky heeft hier een nieuw plan achter zitten, want uiteindelijk verschijnt zij op het podium als hij daar in die jury zit en vraagt zij hem ten huwelijk. Want zij wilde heel graag trouwen en hij wilde dat op zich ook wel, maar hij wilde er zeker van zijn dat zij er klaar voor was. En zij had zoiets, ik wil de stap nu wagen. Dus zij vraagt hem eigenlijk voor tv ten huwelijk en hij zegt ja. Uiteindelijk hebben ze dan op het eind ook nog een verjaardagsfeestje voor Sky in het café van zijn ouders. Dat intussen is gerund door Bo. Die ook een meisje inmiddels heeft zwanger gemaakt. Dus dat was niet helemaal de bedoeling, maar dat is een werknemster van het café. Zijn vader is inmiddels ook wel wat meer, de vader van Parker is inmiddels ook wel wat meer op de been. Dus hij is er wel weer bij, maar het revalideren duurt heel lang. En uiteindelijk vraagt Parker Sky dan ook nog ten huwelijk. Super mooie boekenreeks. Ik weet eigenlijk niet of er nog een boek van komt. Dus dat zou ik nog even moeten uitzoeken, maar ik kan je deze reeks ook zeker aanraden. Het volgende boek wat ik heb gelezen komt uit de Sweet Little Lies serie en dit is deel 4. Dit heet Hun Spel en is geschreven door Abby Kleins. Dit boek gaat over Fiona en Marty. Die zijn eigenlijk al jarenlang leuk en onstuimig stel. Maar Fiona vraagt op een gegeven moment om een adempauze. En dat loopt eigenlijk niet helemaal zoals ze had verwacht. Marty is nog steeds haar grote liefde. Maar hij blijkt ook wel een andere kant te hebben. Voor Marty is er ook absoluut geen andere vrouw dan Fiona. En als zij dan ook afstand van hem neemt, is zijn hart gebroken. Hij wil haar eigenlijk heel graag vergeten. En hij wil haar zeker niet het idee geven dat hij op haar gaat wachten. En dan belanden ze samen op een bruiloft. En ze zweren eigenlijk om bij elkaar vandaan te blijven. Maar hun gevoel is sterker dan hun verstand. En ja, uiteindelijk gebeurt dan toch het onstuimige en komen ze toch weer dichter bij elkaar. Dit is ook eigenlijk het enige wat ik je over dit boek kan vertellen. Ik vond dit boek op zich, ik vond het wel mooi, maar het heeft me minder gegrepen als de andere boeken. Dit komt ook wel omdat dit boek gewoon heel laat volgt in de andere reeks boeken uit deze reeks. Waardoor ik eigenlijk gewoon het hele verhaal een beetje kwijt was. Ik vond het leuk om te lezen. Het was een leuk boek voor tussendoor. Maar ik kan nou niet zeggen van, ja, ik zou het je super aanraden. Ik bedoel, het verhaal was op zich wel leuk. Maar ja, ik kan je niet meer vertellen dan dit. Omdat het verhaal me gewoon niet echt bij is gebleven. En dan denk ik, dan heeft een boek me niet echt geraakt. En dat vind ik best wel jammer. Want ik had er graag wat meer over willen vertellen. Maar ja, meer dan dit komt er gewoon niet uit. Dus ja, ik vind het heel erg jammer. Maar nee, dit boek zou ik je niet per definitie aanraden. Dan waren dit alweer de gelezen boeken van november. Ik hoop dat je het leuk vond om te weten wat ik heb gelezen. En ik ben ook wel benieuwd of je zelf misschien van plan bent om een van deze boeken eens te gaan lezen. Of dat je ze al hebt gelezen. Laat het me zeker eens weten in de comments. Misschien ben je ook wel meer gaan lezen nu we in een lockdown zitten en we veel minder kunnen. Het zou natuurlijk heel goed kunnen. Ik blijf zelf wel een groot leesfanaat, dus ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar ja, zoals je ziet, niet alle boeken blijven even goed bij me hangen. Maar goed, dat is natuurlijk ook een verschil van smaak. Ik zal trouwens ook eventjes alle boeken nog eventjes onderin bij de beschrijving neerzetten met de titels en de naam, zodat je eventjes dat nog kunt nakijken mocht je daar benieuwd naar zijn. Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje bij mijn gezichten drukken of op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten en dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog en ik hoop je gewoon bij je volgende video weer te mogen zien. Doeg!